Wat je daar best in het achterhoofd kunt houden, is het principe HALT, het letterwoord HALT. En die verschillende letters staan voor verschillende dingen die je kunt doen. En het eerste die eerste H die staat voor HO. Dus op het moment dat jij iets ziet passeren waarvan je denkt van wow, dit is echt een stomp in de maag, hier word ik boos van of dit, dit wat voel ik nu, dit, dit doet echt iets met mij. Dan moet je eerste reactie niet zijn om dat te delen, want dat is vaak wel de eerste reactie, of verontwaardiging en je deelt dat. Je drukt meteen op die like en op die share. Maar wel om te gaan checken of dat effectief wel klopt. En daarmee bedoel ik niet dat je een academische studie moet doen, maar wel dat je moet overstappen naar het tweede uh, stukje, namelijk de A. Analyseer de bron. Ga eens even kijken wie beweert dat eigenlijk. Als er bijvoorbeeld, uh, als er iemand is die. Helemaal geen expertise heeft over datgene waarover het gaat, ja, dan moet je je wenkbrauwen al fronsen. Hè. Dus dan het is het het moment denk ik, om naar stap drie te gaan. Dus ho, analyseer. Derde stap, de L staat voor lokaliseer andere bronnen. Ga eens kijken, doe gewoon een Google-search, ga eens kijken online of er andere, misschien gevestigde nieuwsmedia over datzelfde ding al iets hebben gezegd. Dan heb je al een grotere puzzel. Um, en dan eventueel, als dat nodig is, kun je ook naar de laatste stap gaan. En dat is traceer de originele context. De T van traceer. Ga eens kijken waar dat bericht origineel vandaan komt. Is die foto bijvoorbeeld wel een foto van iets wat ze zegt, wat ze beweert te zijn, of is dat misschien een foto die dateert van vijf, zes jaar geleden en die nu in een nieuwe context opnieuw wordt gebruikt. Dus dat HAL principe waarbij het allerbelangrijkste is, denk ik, ja, deel geen leugens met je vrienden en met je familie, zelfs niet met de beste intentie, maar probeer gewoon echt gezond kritisch na te denken. Zonder te vervallen in groot wantrouwen tegen alles en iedereen is het heel belangrijk, denk ik, om jezelf kritisch altijd af te vragen: klopt dit wel en waarom zou ik dit geloven of waarom niet?